In postzegels vertellen hun verhaal, deze keer alle postzegels van de wereld. 70 jaar geleden begon Kees van der Wel senior een postzegelwinkel in Delft. De Delftse postzegelhandel. 30 jaar later begon zoon Kees junior in Den Helder zijn eigen postzegelwinkel. Eerst aan de Koningsstraat 115 en 5 jaar later werd er verhuisd naar de huidige locatie. Koningsstraat nummer 101. Je vindt er een voorraad die in bijna 70 jaar is opgebouwd. Je kunt er terecht voor de inkoop, verkoop en taxatie van postzegels en munten. Naast de postzegels en munten vind je ook bankbiljetten, ansichtkaarten en telefoonkaarten van bijna alle landen van de wereld. De openingstijden zijn woensdag tot en met zaterdag van 9:30 tot 5:30. Op maandagen en dinsdagen zijn we na telefonische afspraak aanwezig. Op zaterdagen sluiten we een uurtje eerder, om 4:30. In 1984 kwam Connie van der Wel Oskam het team versterken. Al ras zwaaide zij de scepter over de Helderse postzegel pakkettencentrale. Alwaar in de loop der jaren al duizenden postzegelpakketten van alle landen van de wereld, maar ook van veel verschillende motieven, zijn vervaardigd. Alle grote albummerken zoals Davo, Leuchtturm, Lindner en Hartbergers zijn in de winkel terug te vinden. Sinds enige jaren heeft de winkel zich ook toegelegd op de verkoop van ansichtkaarten. Het assortiment loopt uiteen van postzegels en munten van enkele dubbeltjes tot honderden euro's. De meeste landen van de wereld zijn vertegenwoordigd in het ruime assortiment van postzegels, munten en bankbiljetten. Zoals Zuid-Amerikaanse landen als Brazilië en Chili tot aan Venezuela toe. Hier een voorbeeld van enkele zegels uit Brazilië. Het beroemde postzegel met de vorm van een ossenoog uit 1843. Niet echt een goedkoop zegeltje. Of dit prachtige zegel van keizer Pedro II. Tegenwoordig kun je gewoon even googelen. Wie was dat ook alweer? Een zegel uit 1934. Ter gelegenheid van een internationale beurs in Rio de Janeiro. Kenmerkend is de jugendstilachtige vormgeving. Mijn moeder had wel iets van Faradiba. Zij verzamelde dan ook fanatiek Perzische postzegels. Hier een zegel van Shah Ahmed in zijn jonge jaren. Ahmed Mirza wordt ook wel gezien als de stichter van de Pahlavi-stam. Deze hebben geregeerd tot 1979. Op dit zegel Reza Pahlavi, de koning der koningen, de Shah van Perzië. Ook de nationale vlag is afgebeeld op een van de postzegels uit Iran. Wat een leerzame en boeiende hobby is dat toch, het verzamelen van postzegels. Onze voorraad Turkse postzegels is werkelijk ongekend. Dit zegel kwam uit ter gelegenheid van het tweede regeringsjaar van Sultan Mohammed VI. Hij was de 36e en tevens laatste sultan van het Ottomaanse Rijk. En natuurlijk mag een postzegel van de vader des vaderlands, Atatürk, niet ontbreken. Hij was de eerste president van de Republiek Turkije. Hier een mooi postzegeltje met een overdruk uit 1934. Luchtpost nummer 3. Momenteel zijn de postzegels van Rusland uitermate gewild. Ook hier is een uitgebreide voorraad van aanwezig. Een van de oudste zegels, nummer 17, met het wapen van Rusland. Op dit zegel een afbeelding van Tsaar Nicolaas II. Hij was de laatste keizer van Rusland. En natuurlijk eentje met een overdruk ter gelegenheid van de grote revolutie.
Rusland werd hiermee de eerste communistische staat ter wereld. Zegels van India zijn momenteel een hot item. Dit zegel nummer 2 dateert nog uit de Engelse overheersing, met een afbeelding van Queen Victoria. En deze heeft een overdruk van 1/4 anna over een half anna. Is het geen plaatje? Op het volgende zegel zien we een afbeelding van King George, de 6th. Ook wel de koning tegen wil en dank genoemd. Wat je noemt een vorstelijk zegel. Maar ook deze, met een afbeelding van vadertje Gandhi, mag niet in de collectie ontbreken. Tot slot moet mij van het hart dat zonder de twee drijvende krachten, Wanda van der Wel van Velzen en Connie van der Wel Oskam, de Delftse en de Helderse postzegelhandel nooit hadden kunnen uitgroeien tot wat het nu is geworden. Bedankt voor het kijken en graag tot een volgende keer. Zie ook onze cursus filatelie en munten verzamelen. Doei!